nieuwe video. Vandaag gaan we verschillende smaken Fanta testen. Ik en mijn vriend hier. We hebben het net ook al gedaan, alleen mijn camera viel uit en toen had ik geen videomateriaal. Dus alle blikjes die je voorbij ziet komen zijn al geopend en we zijn een beetje bevooroordeeld, want we hebben ze net allemaal al geproefd. Maar ik wou hem toch nog een keertje opnemen om jullie te laten zien wat wij ervan vinden. Dus het is iets minder spontaan als ik in gedachten had. En we zijn ook niet heel erg blij dat we nu de drankjes moeten drinken die we niet lekker vonden. Maar we moeten er toch maar uit. Ik ga hem echt niet drinken hoor. Ik ga hem echt niet opnieuw drinken. Oké. Nou, hij raadt hem niet opnieuw drinken, maar ik wel. Goed. De eerste waar we daarnet mee begonnen waren Fruit Punch. Was Fruit Punch, dus dat ga ik nu weer doen. Mijn mening is nog steeds hetzelfde als de vorige keer dat ik een slokje nam. En dat is dat ik deze erg lekker vind. En als ik hem een rating moest geven op basis van sterren, dan krijgt hij van mij 4 van de 5 sterren. Ik ben er nog niet door weggeblazen, maar ik vind hem wel erg lekker. En jij geeft 3 van de 5 sterren. Oké. De volgende die we hadden geprobeerd was Grapefruit Toronja. Ik wist eerst niet wat Toronja was en toen zag ik later dat er grapefruit boven stond. Kan ik ook niet gewoon zo eten? Dat kan, maar die blikjes moeten op. Ik vind hem eigenlijk best wel lekker. Ja, deze krijgt ook een 4 van de 5 sterren van mij. Best wel lekker, ja. Jouw rating is? 4. Okay. En dan gaan we door naar Berry. Vind ik niet zo. Nee, ik ook niet. Oké, die krijgt van mij een 2 van de 3. Van jou? Ook zo. Ja, we gaan er even snel doorheen hoor, want we hebben niet zo heel veel zin om dit opnieuw te doen. Oké, Peach. 2 van de 3. Oké, Peach. Wat ik al zei in de vorige video, het ruikt niet naar peach. Het smaakt ook niet naar peach. Misschien een Het smaakt niet naar peach, dus dit is gewoon een fucking rip-off. Misschien gewoon een heel zwak aftreksel van peach. Kan beter Mario spelen. Ja. Oké, ja. Een 1. Oeps. Pineapple! Nee. Dat zijn we alweer dan ontgooid. We hebben er nog pizza bij. Pineapple pizza. Deze is zo ontzettend zoet. Ze zijn allemaal wel super zoet, daar niet van. Maar deze is echt heel erg zoet. Hij doet me heel erg denken aan Fernandez. Volgens mij hebben ze daar ook een ananas versie van. Misschien moet ik die een keertje met elkaar vergelijken. Vind je jouw idee? Ik geef hem een 3 van de 5, maar dat is op basis van mijn persoonlijke smaak. Het is wel een lekker drankje. Staat er nog iets interessants op? Ja, ik zeg contain no juice. Wauw. It's fake, y'all! It contains no juice! Oké, dan zijn we bij de laatste. Had je nog een rating voor die? Voor die? Ja, 4. 4, oké. En dan zijn we bij Mango. -1. Nee, dat is gewoon echt raar.
denk, ik hou wel van echt mango uit de supermarkt, maar nee, niet aan te raden. Meuk, troep, min 1. waste of money. Weggooien in de prullenbak smijten die handel. Nou, ik zou eerst zeg maar de inhoud wel door de grote zeespoelen. Maakt niet meer uit. Nou. Bedankt, dat hoort allemaal in de vuilnis. Ik drink mijn fruit punch lekker op. Welke wil jij? Ik zit al vol. Jij wil bier? Ja. Oké, nou ik ga aan de fruit punch en dan de rest op drinken. Ik heb nog wat te doen vandaag. Want hij wil niet meedrinken, hij drinkt bier. Veel beter. Nou, tot de volgende keer. Als je een leuke video vond, doe dan even een likeje. Wil je meer zien van dit soort video's, abonneer je dan op mijn kanaal. Vergeet dan niet om het belletje aan te klikken, want dan krijg je ook een melding als ik een nieuwe video plaats. Dat is meestal op woensdags. Ring de kerstbel, bel, ring de kerstbel, bel. En heb je nog wat leuks te melden? Daar is ruimte voor in de comments. En dan zie ik je bij de volgende video weer. Doei doei! Doei!